Ik ben Willemijn Simon van Leeuwen van Geofort. En dat is het beste kindermuseum van de wereld. En dat gaat over cartografie, navigatie, maar juist ook watermanagement, duurzame energie, overal waar je kaarten bij nodig hebt. En 80% van de ICT heeft een geocomponent. En geo is X, Y, Z. Waar ben je eigenlijk? Ja. Nou, en wat we hier doen op het watercongres is laten zien aan mensen hoe belangrijk het is om de jeugd te interesseren voor dit vak. Juist voor hen is het belangrijk dat Nederland toekomstbestendig is, juist op het gebied van watermanagement. En dat doen we met digitale middelen. Dus we laten een simulatie zien en dan zie je de polder overstromen. En dan moeten ze met kaarten aan de slag om in verschillende teams een noodoplossing te verzinnen. Hoeveel? Voor jong en oud. Voor kinderen van 4 tot 104. Dus jullie zitten allemaal nog lekker in de doelgroep. Dus voor hele jonge kinderen is het wat makkelijker. Maar het grappige is dat tieners hier veel beter in zijn dan burgemeesters. Want ze gaan met een 3D-wereld aan de slag. Bij de burgemeester duurt het heel lang voordat ze iets posten op de kaart. Ja. Want je moet allemaal twitteren op de kaart. Ja. Het ene team gaat aan de slag om te bepalen op de kaart hoeveel mensen wonen er in het gebied. Ja. De andere team bepaalt met de hoogtekaart wat zijn de beste vluchtroutes. Dus over de dijk kun je beter vluchten dan over een lage polderweg. Ja. Het andere team bepaalt wat de beste opvanglocaties zijn. En dan heb je nog een soort dijkwachter die moet naar buiten en die moet de dijk inspecteren en communiceren. Ja. Nou, dit spel hebben we gedaan met 6 burgemeesters tegenover 6 tieners. En je kunt al raden wie er won. Ja. De tieners waren veel sneller. Ja. Maar de burgemeesters hadden wel prachtige one-liners. Waar die kinderen weer flabbergasted van waren. En ja, dat is onze rol. Om die 2 generaties zeg maar, bij elkaar in contact te brengen. Te laten zien hoeveel ze van elkaar kunnen leren. Ja, die burgemeesters leren dat dit soort nieuwe technieken echt veel meer geïmplementeerd moeten worden. De burgemeester van Moerdijk, toen die gifwolk er was, die kreeg nog een tekstbericht. De gifwolk gaat met een snelheid van zoveel kilometer per uur ten noorden van. Ja. Nou ja, ik ben cartograaf, ik weet dat 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. De arme burgemeester, die heeft het op basis van tekst, heeft die mensen moeten evacueren. Dan heb je toch kaarten nodig? Nou, de huidige generatie, onder mij, want ik ben ook alweer 45, dus die jongere generatie, die doen heel veel met visuele beelden. Ja. En die zijn heel makkelijk, die voelen zich als een vis in het water in de 3D-omgeving. Terwijl de meeste burgemeesters zijn nog ouder dan ik. En die hebben daar geen kaas van gegeten. En dat is onze rol, om te laten zien hoe belangrijk het is om jonge mensen ook aan te nemen om met die nieuwe technieken aan de slag te gaan. Ik zou veel meer simulaties hier willen zien van dramatische dingen. Van als nou een dijk overstroomt, wat gebeurt er? En liefst ook 3D-simulaties. Dus dat mis ik wel. Ik vind het nog een beetje statisch hier. Oké, dankjewel. Oké. Ik ga het even meegeven. Helemaal goed.